Goeiedag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. We hebben een tijdje geen review video's gemaakt. En ja, misschien vindt u dat jammer, laat het even weten als u daar heel erg naar uitkijkt. Aan de andere kant hebben we heel veel livestreams gedaan en daarin de multitests gedaan. En dan kunt u ook meeluisteren, omdat we de microfoonopstelling natuurlijk hebben. Maar wat we jullie nu graag laten zien is wat we hebben verbeterd aan deze setup en wat we komende vrijdag gaan doen. Dus kom maar even mee. Staan we dan in het serverhok of server CQ livestream CQ opslaghok. En wie al vervolgt, die zal gezien hebben dat we de laatste maand of maanden aardig hebben wat getweakt aan de livestream setup. Het is natuurlijk begonnen met gewoon een server, een OBS server. Maar inmiddels is daar een Grace Design preamp aan toegevoegd. Een benchmark AD converter, de AD16. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we een veel beter geluid hebben kunnen realiseren. Samen met natuurlijk onze Röde TF5 microfoontjes. Ja, dat zorgt ervoor dat we jullie niet compleet kunnen laten beleven wat wij beleven. Maar wel een idee kunnen geven wat we hier horen. En de feedback daarop is heel erg leuk om te zien en om te lezen. Nou hebben we de volgende stap weten te maken. En hier hangt de kabel nog, maar ja, we hebben natuurlijk altijd één camera kunnen aansluiten op de server met een capture kaart dan. En dat is ja, net zoals deze, dat is ook een Panasonic GH5. Maar we hebben nooit een tweede kunnen pakken, waardoor we altijd hebben moeten kiezen van wat gaan we nou laten zien in hoge kwaliteit. Nou, we hebben onze D-Link Vigilance IP-camera's, die zijn prima voor een globaal overzicht, maar het is niet 4K spotless kwaliteit zoals je uit een GH5 kan halen. Maar dat wilden we wel, want ja, beeldkwaliteitsverschil is behoorlijk groot. En we willen nog steeds een overzicht laten zien, maar we willen ook gewoon goede kwaliteit kunnen laten zien als wij aan het praten zijn of als we een apparaat wisselen. Dus dat hebben we nu gerealiseerd. Er komt een tweede capture card aan. Die had er eigenlijk al moeten zijn, maar ja, post is een beetje laat. Kabels zijn wel al getrokken. En we kunnen nu in de luisterruimte ook met een heel mooi control panel. Ja, beelden wisselen, microfoons in- en uitschakelen, dat soort dingen. Want dat was nog altijd wel een ding. Laptop op schoot, TeamViewer of remote desktop open en dan de software bedienen. Dat is niet ideaal. Maar we hebben nu een Elgato Stream Deck. En daar kunnen we allerlei scènes in programmeren en dan kunnen we live heel makkelijk schakelen tussen camera's en tussen geluid. En dat ga ik jullie nu laten zien. Dit is OBS. En hier heb je dan de Elgato software die erachter zit. En die is gelinkt aan OBS. En dat bedieningspaneeltje, dat ziet er als volgt uit. Dit is dat bedieningspaneel. En heb je hier allemaal knoppen. En je kan zelf compleet bepalen wat je daar aan koppelt. Dus als ik zeg ik wil beginnen met streamen, dan druk ik op stream. Als ik wil opnemen, druk ik op record. Van camera wil wisselen, zie je achter me, dan wissel ik van camera. Nou, de topcamera en de Panasonic camera, serverhok camera. Als ik microfoons wil inschakelen, kan dat gewoon. Het is echt een wow. Ik gooi hem gewoon weg. Echt een ideaal ding. Maar de uitdaging zat er natuurlijk in, hoe krijg ik dit ding naar de luisterruimte? Want het is USB. Nou, dan weten jullie dat ik allemaal fan ben van netwerkjes. Dus ik probeer altijd een oplossing te zoeken die over een netwerk heen gaat. Omdat die infrastructuur heel erg flexibel is en makkelijk. Dus ik heb gezocht naar een USB over Ethernet verbinding. En nou ja, dan heb je gewoon converterstekkertjes, kabeltje trekken en klaar is Kees. Hetzelfde geldt voor camera's. Je hebt allerlei standaarden. Je hebt AVB, je hebt HDBST. Je moet wel kiezen voor een standaard. Maar uiteindelijk is bijna elk digitaal signaal wel over een netwerk te sturen. Nou is het wel vaak prijzig, dus we hebben nog niet alles over Ethernet. En zeker niet via een switch, want dat wordt helemaal duur. Maar we zijn wel bezig om al dat soort dingen via netwerkkabels te transporteren naar de serverruimte, want uiteindelijk kan je veel makkelijker werken daarmee. Dus onze streaming setup is voorzien van een zeer flexibel, handig control panel. Het is voorzien van een aansluiting voor een tweede GH5 en inmiddels is het geluid ook aardig geupbeefd naar het niveau waarop jullie inmiddels gewend zijn. Komende vrijdag gaan wij drie luidsprekers testen. Onze Focal Sopra naast de Paradigm Persona
en de Qdos 805. Dus be there.